Beuningen wil een deel van de miljoenen die het verdiende aan de opvang van Oekraïners gebruiken om 100 extra sociale huurwoningen te bouwen. De huizen moeten de vluchtelingen onderdak bieden als die straks niet meer terecht kunnen op de noodopvang op het Asdongterrein. Ook andere woningzoekenden moeten er gebruik van kunnen maken. Het college kwam eind vorige week met meer details over de zogenoemde transitieplan, waarmee Oekraïense vluchtelingen gehuisvest moeten worden als zij straks niet meer in de chalets op het Asdongterrein terecht kunnen. Die woningen moeten daar in 2027 weg zijn. Naar een locatie wordt nog gezocht. Hiervoor wordt de komende tijd onderzoek gedaan in alle kernen van de gemeente. De zware explosie in de nacht van zaterdag op zondag bij de Nijmeegse woning in de wijk Aldenhof vond plaats bij een 98-jarige man en zijn 68-jarige zoon. Hoewel er niemand gewond raakte, is de schrik er niet minder om. De zoon stond 2 meter van de voorruit vandaan toen het explosief afging. Hij kan zich er niet voorstellen dat het ging om een gerichte actie. De politie heeft direct na de explosie een buurtonderzoek gehouden. En volgens de zoon zijn daarbij duidelijke beelden tevoorschijn gekomen. Je ziet erop dat er 3 mensen wegrennen. De meeste mensen hebben geen prettige associatie bij het begrip hospice. Een plek waar iemand in alle rust de laatste dagen van zijn leven kan doorbrengen. De week van de palliatieve zorg wordt door Hospice De Brug in Druten aangegrepen om onzekerheden weg te nemen en vragen te beantwoorden. Tijdens de week van de palliatieve zorg organiseert Hospice De Brug open dagen, zodat de bezoeker meer informatie en een beter beeld kan krijgen van de hospice. Tijdens het bezoek kan men terecht met alle vragen en onzekerheden en krijgen ze ook een rondleiding door het huis. Op deze manier kunnen ze bezoekers ook steunen en helpen waar het nodig is. Nou, wat we zien is dat mensen best nog wel moeilijk vinden om te praten over doodgaan en de dood. En in de palliatieve zorg hebben we ook extra aandacht daarvoor. En ook vanuit de overheid is daar gelukkig extra aandacht voor. Dus we proberen met elkaar steeds meer te praten vandaag over morgen. Want wat we zien is als jij leert praten over wat je wil op het moment dat je stervende bent, dat dan steeds beter lukt om dat ook op een manier te laten zijn die bij je past en die zo dicht mogelijk bij je wensen zit. De andere kant zien we dat mensen niet zo snel zelf over de drempel durft te stappen van een hospice. Dus die drempel willen we letterlijk en figuurlijk verlagen door een open middag te organiseren. Dus als iemand straks hier aanbelt en zegt van ik kom voor de open dag, dan ga ik als eerste gewoon even vragen van goh, wat is de reden waarom je aanbelt? En op basis daarvan ga ik het gesprek met je aan. Veel mensen weten nog niet wat een hospice nou precies inhoudt. Daarom is het belangrijk dat hier ook meer aandacht naar gaat, zodat de mensen die op sterf liggen ook de mogelijke opties kennen. Nou, in een hospice mogen mensen verblijven die gaan sterven. Als je te horen hebt gekregen dat je gaat sterven en je bent echt in je laatste stukje. Als je in ongeveer de laatste 3 maanden van je leven bent, dan mag je bij ons komen wonen. We bieden zowel hulp in het hospice als bij mensen thuis. En het beeld wat heerst bij mensen die sterven is dat je pijn hebt, dat je lijdt, dat het allemaal verdriet is. Terwijl wij hier in de praktijk in ons hospice, dat het ook heel erg gaat over leven. En dan leven in dat laatste stukje waar je alleen maar bezig hoeft te zijn met wat echt belangrijk voor je is. En dat zo fijn mogelijk doen. Met die goede zorg kunnen de meeste mensen zo sterven als ze hebben geleefd. En ik denk dat dat ons streven is. Naast dat een hospice gericht is op het verzorgen van terminaal zieke mensen, besteden de vrijwilligers van De Brug ook veel aandacht aan de familieleden en kennissen, zodat zij ook alle tijd kunnen nemen om het verdriet te verwerken. Ja, dat doen we door eigenlijk de familie net zo op te nemen als de gast. Dus onze gast staat centraal, maar ook familie gaat door datzelfde proces. Waar onze gasten afscheid moeten nemen van hun leven, moet familie daarna weer verder. En dat brengt ook soms andere emoties met zich mee of andere wensen en andere behoeften. En onze vrijwilligers zijn getraind zowel in het zorgen van onze gasten als ook het zorgen voor familie. Kom gewoon bij ons kijken, kom gewoon voelen hoe het is om hier in huis te zijn. Want uiteindelijk hebben we hier gewoon een huishouden. Wat we voeren voor mensen die sterven. Het is niet meer, het is niet minder.
In Nederland gaat jaarlijks vele kilo's fruit verloren omdat het simpelweg niet van de bomen wordt geplukt. Dit terwijl er tegelijkertijd mensen zijn die moeite hebben om rond te komen. Vrijwilligers van het initiatief Fruitig Idee plukken dit fruit dat anders verloren gaat om te doneren aan de voedselbank. Zo ook in Slijk-Ewijk. 4 jaar geleden is het idee ontstaan om fruit te gaan plukken voor de voedselbank. Reinoud Post, een van onze andere vrijwilligers / coördinatoren, die was tijdens de wandelingen was het hem opgevallen dat er toch wel heel veel fruit verloren gaat. Hij liep langs de boomgaard en ziet hier langs op de grond fruit liggen, appels, peren. En ook in de bomen wat dan toch fruit blijft hangen. En toen had hij zoiets van, ja, dat was eigenlijk toch zo zonde. Daar zou toch iets mee gedaan kunnen worden. En toen had hij het plan voor zichzelf opgepakt om dat te doen voor de voedselbank. Ondertussen is er een organisatie ontstaan van ruim 50 vrijwilligers die van eind juli tot november appels, peren, pruimen plukken. Nou, omdat het eigenlijk doodzonde is dat al dat fruit verloren gaat, gewoon de grond valt of blijft hangen tot het verrot. Het kan heel goed gebruikt worden in de voedselbanken. Ik ken Reinoud van vroeger, dus die heeft het eigenlijk opgezet. En ja, toen dacht ik, waarom zou ik niet gaan helpen? Het is mooi weer, het is lekker bezig zijn, ben met pensioen, ben lekker buiten. En het is voor een goed doel. De pluk- en napluklocaties zijn bij professionele fruitdelers, particulieren en gemeentelijke terreinen. En de opbrengst groeit jaarlijks. Vorig jaar hebben we 30.000 kilo geplukt. Dus dat was op zich inderdaad voor ons ook een hele mooie prestatie. En we vinden het heel leuk om te kijken of we elk jaar weer een klein beetje hoger kunnen komen. Ja. Dus je begrijpt het, onze doelstelling is ook weer 30, maar liefst 30 plus voor dit jaar. Dat gaat allemaal naar de voedselbanken. Welke voedselbanken zijn dat en hoe gaan die ermee om? Want die kunnen natuurlijk niet in één keer 30.000 kilo appels en peren verwerken, neem ik aan. Nee, wij werken voor 2 voedselbanken. Voedselbank Nijmegen, voedselbank Arnhem. We hebben ongeveer de verdeling dat 1/3 gaat naar Nijmegen toe, 2/3 naar Arnhem. Voor de komende jaren zoekt Fruitig Idee nog pluklocaties. We zijn nog steeds hard op zoek naar nieuwe pluklocaties. Het liefst professionele fruittelers waar we de napluk kunnen uitvoeren. Voor onze mensen is dat prettige plukken. We hebben meer kilo's voor de voedselbank en daarmee is iedereen ermee gebaat. Wie de zomerkleding al had opgeborgen, kan die deze week weer tevoorschijn halen. Ja, de temperatuur schiet na dinsdag namelijk omhoog. Morgen is het in onze regio waarschijnlijk droog en een gemiddelde temperatuur van zo'n 15 graden. Dat is heel normaal voor de tijd van het jaar en het blijft droog en de zon is ook nog eens veel te zien. Woensdag kan de dikke wintertrui echter achterwege blijven. En kan ook de korte broek zelfs weer even aan. Het wordt dan aanzienlijk warmer. De wind draait meer naar het zuiden en voert warme lucht uit vanuit Zuid-Europa. We hebben nog even een voorzichtige 21 graden ingetekend. Maar misschien loopt het kwik die dag wel op tot een maximum van 24 graden. Dit was het RN7 regionieuws van maandag 14 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in onze gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van De Streek In, waarin we vandaag naar de top van de Sint-Stevenstoren klimmen. En wij zijn er morgen weer. Dus ik zeg graag tot dan.